Ik ben een machine aan het namaken. Dat is een kernfusiereactor. En een speciale vorm daarvan die ze stellarator noemen. En waarom ik specifiek dat soort dingen tentoon wil stellen of wil maken als sculptuur, is omdat dit soort experimenten drijven de samenleving zo ongeveer qua technologie. Progressie komt uit dit soort fundamentele wetenschap. Maar het blijft vaak achter schermen, zeg maar. Wanneer wij er uiteindelijk mee te maken krijgen, zit het zeg maar in een doosje zoals een telefoon. En dan is het bijna magie hoe zo'n ding precies werkt. Ik kom zo'n experiment tegen, dan trekt als eerste mij de vorm aan van, oh, dat ziet er complex en interessant uit. Waarom is dat? En dan ga ik het uitzoeken en dan kom ik iets dichterbij van, oh, het heeft die reden om die plasma zeg maar te laten bewegen om zo'n cirkel heen. Dan wordt het iets minder abstract wat die vorm dan in het begin is. Maar daarna, als je weer nog dieper gaat onderzoeken naar hoe een plasma dan opgewekt wordt, bijvoorbeeld, hoe dat dan precies werkt, dan kom je weer in zo'n complexe, abstracte omgeving dat je het weer niet meer snapt. Maar dat is echt zo'n kleine tussenruimte waar je het dan wel soort van snapt. Maar daarvoor is het abstract en daarna wordt het ook weer abstract. En dat vind ik een fijn deel om mij in te begeven. Als twee deeltjes fuseren met elkaar, krijg je pure energie zonder bijproducten. Kernfusie zou dé oplossing zijn. Als we dat kunnen hanteren als beschaving, dan heb je het hele energieprobleem in principe opgelost.